ben Leonie Bot en deze week speel ik precies 7 jaar als violiste in het Concertgebouworkest. Ik hou echt heel erg van mijn rol als tweede violist in het orkest. Lekker mengen en meekleuren met iedereen. Maar als ik een week vrij ben, dan vind ik het ook heerlijk om in mijn schuurtje aan moeilijke solowerken te sleutelen. Een Isaïe of zo'n onspeelbare Bach-fuga, daar ben ik nu mee bezig. En dan zit ik gewoon even in mijn eigen wereld lekker te fiedelen. Maar het is geen vakantie. Het is eenzame opsluiting. Ik zit hier nu elke ochtend en na 2 weken was ik er echt helemaal klaar mee. Ik mis mijn collega's. Zelfs de lastige. Ik ben eigenlijk helemaal niet gemaakt om in mijn eentje te spelen. Ik wil weer samen spelen. Samen ademen. Samen voelen waar het heen gaat. En ik mis het publiek. Die gespannen concentratie die een grote zaal vol luisterende mensen met zich mee kan brengen. Kijk, mijn buren doen hun best. Maar ja. En nu is het passietijd. Tijd voor het waanzinnige en ontroerende ritueel dat de Matthäus hier is geworden. Geen ander werk uit de klassieke muziek brengt elk jaar weer zoveel mensen samen. Behalve dit jaar. Dit jaar zijn we allemaal op retraite. En moeten we het doen met een mooi opgenomen herinnering. Ja, ik ben eigenlijk nooit zo'n fan van highlights uit zo'n groot stuk lichten. Want het kan zonder context gauw sentimenteel en kitschy worden. Maar de koralen uit de Matthäus en de Johannes natuurlijk wil ik toch even noemen. En dan vind ik het mooist altijd als het orkest ook de uitspraak van de tekst helemaal volgt. Dus bijvoorbeeld bij het woord zünde. Dat je daaronder ook hoort jamba en niet ja-pa. Nou ja, ik overdrijf een beetje natuurlijk. En eentje licht ik eruit. Bin ich gleich von dir gewichen. Dit koraal klinkt direct na het erbarmen dich, als Petrus zich realiseert dat hij Jezus verraden heeft. En de tekst klampt zich vast aan het geloof in de genade van God. Maar de muziek voelt eigenlijk heel onstabiel, met al die lopende achtsten door alle stemmen, maar harmonisch ook. Heel zoekend, fragiel, eigenlijk gewoon ontredderd. Alsof iemand troost zoekt, bijna tegen beter weten in. Een soort laveren tussen hoop en wanhoop. Maar over een jaar beleven we dit weer samen. Laten we daarop hopen.